Het water in de Westhoek trekt langzaam weg en dat is goed nieuws voor de bewoners van de streek. Ja, de regen van de afgelopen weken zorgde voor zware overstromingen op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen. 17 gezinnen moesten hun huis verlaten en 7 huizen zijn ook echt ondergelopen. Bij Lene en Briek stroomde het water gelukkig net niet naar binnen. Maar ze zijn wel enkele nachten bij hun oma en opa gaan slapen. Nu zijn we terug thuis, want nu kunnen we gewoon weer van thuis naar school. Het water is langzaam weg aan het trekken. Dus we gaan al bijna weer moeten beginnen alles opkuisen wat het water met zich mee heeft gebracht hier. En dat het water wegtrekt is ook goed nieuws voor de dieren van opvangcentrum Zonnegloed. De steppenvosjes mogen als eerste terug naar hun verblijf. Is iedereen klaar? Ja, een week lang zaten de ezels en de lama's in de cafetaria van het opvangcentrum. Zij verhuizen ook weer naar hun eigen verblijf. Al werken de alpaca's niet zo vlot mee. Ja, we hadden niet voorzien dat onze alpaca's langs de andere kant gingen lopen, maar we hebben die wel snel terug kunnen halen. En ze zitten nu terug op hun plek. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.